ja, 83 jaar mensen, ze kan er nog wat van hoor. Oké, ja. Hoeré! Zeven minuten staat deze week in het teken van 40 jaar onafhankelijkheid van Suriname. In deze aflevering van 7 minuten zijn we te gast in zorgcentrum Leeuwenhoek aan de Westkruiskade in Rotterdam. Een plek waar we veel mensen kunnen ontmoeten die herinneringen hebben aan Suriname, maar hun leven hebben opgebouwd in Nederland. Het is een historische gebeurtenis dat Suriname onafhankelijk werd, zelfstandig werd. Dus ja, er kwamen tranen in mijn ogen. Op het Oranjeplein met het standbeeld van Pengel, een der grondleggers van de onafhankelijkheid, wordt tenslotte een grote jeugdmanifestatie gehouden waaraan kinderen uit alle bevolkingsgroepen deelnemen. Creolen, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Indianen. Hun aanwezigheid symboliseert de eensgezindheid waarmee de nieuwe staat zijn bestaan begint. Presidentie is onafhankelijkheid van ons land. 40 jaar van ons land, Suriname. En daarom gaan we allemaal het hier vieren. Ja, met de mensen van de Leeuwenhoek en de andere gasten die komen. Dan de Heer, dat Heer de weg verbanen. Voor zijn spoor, dan komt u zeker thuis. Kijk omhoog en blijf op God vertrouwen. Suriname heeft het prima gedaan, maar na met Boutersen, die heeft Suriname een beetje naar onbeschoft. Je kunt je voorstellen, die wou president worden. Daar zo. Dus iedereen die vluchtte naar Nederland. Maar voordien was ik al hier. Kroon Elektrotechniek. Kroon die kwam van hieruit naar Suriname. En zo ben ik, zoetjes aan naar boven, was ik ook daar zo een kleine voorman geworden. En toen hebben ze contact gemaakt met hier. En ze zoeken monteurs vanuit Suriname. En van daar hebben ze mij gestuurd. Maar wilt u naar Nederland te zoeken naar monteurs? En vanaf die tijd hebben ze voor mij betaald. Hupsakee, hier zo. Een baan in Nederland kon dus een reden zijn om Suriname te verlaten. De overstap werd ook gemaakt in de hoop hier een betere leven te krijgen. Alle bevolkingsgroepen in hun eigen specifieke dracht zijn vertegenwoordigd in het stadion als onder het spelen van het volkslied de vlag van de nieuwe Republiek Suriname wordt gehesen. Ik was 23 jaar toen ik trouwde. Maar ja, u weet hoe het leven gaat met mannen en alle vingers aan de andere vrouw. Dus het leven ging niet. Dan moest je weer uit het leven gaan om weer anderen te gaan proberen. Dus die kinderen zijn nu groot. En ik laat alles voor de Heer over. En de Heer zorgt me verder. Daardoor zit ik ook hier. Want je door het proberen. Je probeert deze land. Je probeert deze straat. Totdat je een stukje brood hebt. En dat heb ik nodig. Ik heb niets meer nodig. Ik heb een stukje brood. Heb een beetje eten. En dat is belangrijk voor me. Naast de gezamenlijke ruimte voor bewoners biedt Zorgcentrum Leeuwenhoek ook een ontmoetingsplek voor bewoners in de wijk. Hoe groot zou ze worden? Zo groot! Missie! 83! Deze dames wonen gewoon nog op zichzelf, maar iedere woensdag komen we hier gewoon gezellig samen bij elkaar zijn. De meeste zijn... Ik denk misschien net voor 75 of net na 75 gekomen. Hoeveel beloftes God er ook zijn, in hem is het. Ja, daarom is het ook door hem het amen tot eer van God door ons.
Amen. Ja, wat zal je zeggen? Je weet niet wie het beter zal doen. Dus met die problemen zijn we dan hier gekomen, want iedereen dacht het zou niet goed gaan en zo. En dus zodoende zijn we voor die onafhankelijkheid gekomen. Ik was in Suriname, ik had gewoon, ik had alles op tijd. En ik was een marktvrouw. Ik zat dingen op de markt te verkopen. Maar dan heb ik een ticket gekregen. Ik was jarig, ik was 40 jaar geworden. Heb ik een ticket van een vriendin van me gekregen. En ik ben naar Nederland gekomen. Die persoon zegt, als ik het hier bevalt, dan kan ik blijven. Maar als het me niet bevalt, dan kom ik terug. En toen ik hier was gekomen, heeft het me bevallen. Dus dan ben ik hier gebleven. U zorgt altijd voor ons. Wij moeten op u vertrouwen. Niet op mensen, maar op God vertrouwen. Ja. Want dat werk wat nu gebeurt in de wereld is niet van ons. Is niet van u. Maar het is alleen maar de Satan die bezig zijn de wereld in op en roer te brengen. Maar ik heb het niet slecht. Ik moet niet jokken. Alleen wil ik teruggaan. Want dat gaat niet zo makkelijk. Ja. Waarom? Ja, die kinderen zitten allemaal hier, mijn kleinkinderen zitten allemaal hier. Dus ik kan wel even met vakantie, maar ja, voorgoed, dan kan ik nog niet bepalen. Ik ben al 42 jaar hier. Ik heb de onafhankelijkheid in Suriname niet meegemaakt. Maar daarna, je gaat, je ziet de veranderingen, je ziet de strubbelingen. Een tijdje vond ik het niet goed gaan in Suriname. Dus ik weet niet van nu. Ik ben 2013 geweest, toen zag je veranderingen. Weet je, maar veel kan je niet vertellen, want je woont daar niet. Alles goed is te bedragen, dat geeft aan ons land waarheen. Rotterdam scoort goed op de lijstjes van nieuwe toeristische trekpleisters. Maar wat levert dat nou echt op aan bezoekers? Wie zijn die toeristen en wat vinden ze van de stad? Volgende week in 7 minuten.